voor fietsclubsvereniging door vrienden opgericht. Haaksbergen dus. Bram Eksterkaarten. Voor hetzelfde DVO Haaksbergen. Sander Bos. Voor de Bissingcrossers. Ingmar van Dongen. Voor fietsclubsvereniging Geldermalsen. Tom Gouwlozen. Voor fietsclubsclub Lichtervoorde. Nico Elbers. Voor NCC Nijkerk. Tom Meits. Voor BMX Apeldoorn, Dave Kleiboer. En last but not least, Casino Veen, let op, Rapid Wheels, Robin Heijnen. Zijn we vertrokken daar? Oh, een slechte start voor Eksterkaarten. De Eksterkaarten die lijkt zich even te verslikken. Wel een goede start voor Heijnen. Robin Heijnen zit er weer in de kant. En Apeldoorn zit er ook goed uit. Dave Kleiboer op die tweede plaats. Rondendoor is het voor Nijkerk. Tom Meits op de plaats 3. Gouwlozen zit er nog tussen. En dat is inderdaad voor Geldermalsen. Tommetje Gouwlozen op plaats voor 3. Maar helemaal aan de leiding is Robin Heijnen voor de Rapid Wheels. Hier op zijn thuisbaan. Laat je horen, Rapid Wheels! Robin Heijnen dus. En dan is het Dave Kleiboer. Gaat er nog iets veranderen? Gouwlozen op 3. Ik denk het niet. Het veld is uit elkaar getrokken. Op de vierde plaats is de man nog heel veel Nijkerk. Tom Meits. Maar helemaal aan de kop is het inderdaad Robin Heijnen. Hij is de trendskampioen 2015 in de categorie jongens 15 jaar.